Stel, je bent in oktober in Brep in Roemenië, zoals ik. En het is overdag heel mooi zonnig weer, maar wel koud. En 's nachts wordt het onder nul. En je slaapt in een houten huis zonder centrale verwarming. Nou, dan kun je natuurlijk warm drinken met allerlei alcoholische versnaperingen, wat heel lekker is. Maar het is ook wel handig als je gewoon weet hoe je een vuurtje kunt maken. Want je wilt dat niet aan iemand hoeven vragen of iemand een vuurtje voor je kan maken. Nu denk je misschien net zoals ik, een vuurtje maken, dat is toch niet zo ingewikkeld. Nou, ik kan je zeggen, dat is nog niet zo gemakkelijk als je denkt. De eerste keer had ik gewoon beginnersgeluk, want toen had ik in één keer de vlam in de pan. Maar daarna heb ik dus gewoon dagen zitten zwoegen om een vuurtje aan te maken. Nou, wat heb je daar nou voor nodig? Allereerst een houtkachel natuurlijk. Hout natuurlijk en een hakbijl om het klein te maken. Dan heb je papier nodig en bij voorkeur eierdozen of karton, wat je lekker in elkaar kunt frommelen. En dan heb je natuurlijk lucifers nodig. Of gewoon eigenlijk een paar doosjes lucifers, als het heel vaak misgaat. Oh ja, en je hebt dus heel veel doorzettingsvermogen nodig, want het gaat dus niet in één keer goed. Heb ik zelf ervaren, dat ik echt dacht, nou, waarom lukt het nou niet? Het ziet er zo gemakkelijk uit, maar waarom lukt het niet? Wat doe ik fout? Nou, hoe ik het pas echt ben gaan leren is door een goed voorbeeld. Dus iemand die het me voordeed en nog een keertje voordeed. En die me ook de fijne kneepjes van het vak leerde. Die me dus vertelde van, nou, je moet het rookkanaal helemaal openzetten. Je moet het laadje openzetten. Je moet de houtjes op de juiste manier opstapelen. Je moet genoeg kleine houtjes in je stapel verwerken. Je moet het papier op de juiste manier opvouwen of tot een prop maken. En je moet het deurtje meteen dicht doen als je het vuur hebt aangestoken. Nou, allemaal van die handige trucjes die... die natuurlijk handig zijn om te weten als je zo gaat beginnen. En zo is het dus eigenlijk ook met het maken van video's. Het ziet er misschien heel makkelijk uit en je weet wat je ervoor nodig hebt. Nou, een smartphone, een microfoontje, een statief. En een goed idee natuurlijk. Maar daarmee ben je er nog niet. Want waar ga je het over hebben? Waar ga je je video's plaatsen? Hoe zorg je ervoor dat de juiste mensen je video's bekijken? Hoe zorg je er uiteindelijk voor dat kijkers ook kopers worden? Want uiteindelijk wil je ook gewoon nieuwe klanten krijgen. Dat is precies waar ik mijn Nederlandse en Vlaamse klanten bij help. En heb jij nou zoiets van, nou, ik wil dat eigenlijk ook wel gaan leren en ik wil daar ook wel begeleiding bij krijgen. Dan nodig ik je heel erg uit om je op te geven voor een gesprek met mij. En dat kun je doen via de link op deze pagina. Dus kijk er naar uit om je binnenkort te spreken. En ik denk heel graag met je mee over hoe video voor jouw bedrijf kan werken. Dus hopelijk tot gauw aan de telefoon. Oké, dag.